Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe goodie box unboxing. Het heeft iets langer geduurd, want ik heb de box niet op tijd binnengehaald, want er was iets misgegaan met het etiketje en zo. Maar ik heb de box nou eindelijk binnen. Voor de mensen die goodie box niet kennen, goodie box is een maandelijks beauty abonnement waarbij je elke maand een beauty box krijgt ter waarde van minimaal €65 en er zitten minimaal 5 producten in. Af en toe meer, maar in ieder geval altijd 5 producten. Wat zit er in de box? Altijd iets wat te maken heeft met beauty. Het zijn altijd beauty producten, dat kan make-up zijn, skincare, accessoires, van alles. Ik ontvang elke maand de box en ik unbox hem dan hier samen met jullie en ik gebruik ook gelijk de producten die ik gelijk kan gebruiken, want dan kunnen we gewoon meteen zien of ze iets zijn. Als je benieuwd bent naar wat er in andere boxen zat, die unboxingen staan ook al gewoon al op mijn kanaal, dus je kunt gewoon opzoeken op Sarah Marie Goodie Box en dan vind je al mijn video's. Dus ja, wij gaan deze box vandaag weer unboxen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren, zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week en dan gaan we snel beginnen met deze video. First things first, mijn make-up, voor het geval ik daar weer vragen over ga krijgen. Deze make-up look komt nog online in een video. Wat heb ik op mijn lippen? Ik heb dit lippot loodje op van Essence. Het is een donkere paarse kleur in de kleur 11B Game Changer. En toen heb ik mijn lippen ingekleurd met deze lipolie van Clarins in een prachtige paarse kleur. Dit is de kleur nummer 3, Funky Raspberry. Oké, de goodie box van deze maand. Ik moet zeggen dat ik hem er echt prachtig uit vind zien. Zo'n mooi lila paars met van die bloemetjes erop. Hier staat ook op Dutch Beauty Award. Laten we de box openen. Als je hem openmaakt is dit wat je ziet. We krijgen ook weer zo'n handig boekje erbij en daarin staat alles over alle producten, de prijzen en uitleg, etc. Ik zie al gelijk dat we wat leuke make-up producten hebben gekregen. En we hebben 6 producten, dus we hebben 1 product extra deze maand. Oké, ik zie hier dat ze geen Dutch Beauty Award hebben gewonnen, maar je kunt stemmen op goodiebox.com als je bent geabonneerd. Als je wilt abonneren op de box, er staat beneden in de beschrijving een linkje. Als je de box al hebt, dan kun je samen met mij nu unboxen. Ik ga beginnen met het eerste product en dat is een hand sanitizer. Van het merk Moshi Moshi Mind hebben we een hand sanitizer. We hebben de full size en de winkelwaarde is €11. Nou, dit is denk ik nou in deze virustijden heel erg handig om je handen mee schoon te maken. Er zit 70% ethanol in en we krijgen 40 ml en we hebben gewoon de full size, dat is top. Je moet gewoon een klein beetje aanbrengen op je handen voor een halve minuut en dan is het klaar. Je hoeft het er niet af te wassen ofzo. Er staat hier dat het je schone en mooie gehydrateerde handen geeft en er zit shea butter in. Oké, laten we het gewoon gaan proberen. Ik gebruik nooit handproducten, maar ja, ik probeer het gewoon. Klein beetje pakken. Het is gewoon zo wittig. Oeh, het is heel vloeibaar. En dan gewoon zo insmeren. Oeh, het ruikt echt heftig naar zeep en zo. Oeh, oké, ik ga dit niet zo vlak onder je neus doen. Het is gewoon echt gelijk ingewerkt, zeg maar. Maar je moet een halve minuut wachten, staat er wel. Maar op zich, het trekt echt snel in. Ik denk dat het echt ideaal is. Het is niet een handcreme, dus verwacht niet een handcreme of zo. Het is niet zo dikkig. Het is echt letterlijk een hand sanitizer. Gewoon een handdesinfecterende crème. Oké, dit vind ik heel fijn. Ik vind het leuk dat ze een beetje zo hebben ingespeeld op corona en zo. Want heel veel mensen gebruiken nou dit soort producten. Het is ook niet al te groot, dus je kunt hem gewoon meenemen in je tas. Oké, nou dat vind ik echt een heel handig product. Dan ga ik verder met een make-up product en dit is wel echt heel leuk. Van Benefit Cosmetics hebben we hier de Professional Face Primer. Winkelwaarde is €36,10 voor 22 ml. Nou, dit vind ik echt heel erg leuk. Ik hou altijd van make-up producten. Helaas krijgen we altijd iets meer skincare dan make-up. Dus ik vind het altijd super leuk als er iets van make-up bij zit. En de Benefit Professional is echt een goed product. Ik heb die al. Dit is de full size, dus wij krijgen in de box de mini versie. Deze heb ik vandaag gebruikt. Ik gebruik altijd een kleine hoeveelheid op mijn poriën om die op te vullen en dan wordt mijn huid daar zo heel erg mooi egaal. Dus dit is echt een heel fijn product. Deze zou ik zeker gebruiken. Het is een gezichtsprimer, maar het is wel echt gericht op de poriën. Dus ga het niet smeren over je hele gezicht, want dit voelt best wel een beetje gladjes aan en dan maak je je hele gezicht glad en dan gaat je make-up er niet meer goed op. Dus breng het echt alleen maar een klein beetje gericht aan op de plekken waar je het gewoon wat meer egaal wilt maken. Dus dit vind ik echt een heel leuk product. Ik vind het heel leuk dat ze dit erbij hebben gedaan. Dan ga ik verder met nog een make-up product, een mascara. Van Essence hebben we de Lash Princess False Lash Effect Mascara, de waterproof versie. Winkelwaarde is €3,29. Als je me al een tijdje volgt op YouTube, dan weet je dat de Essence Lash Princess Mascara mijn favoriete mascara is van Essence. Deze is zo fijn, maar ik gebruik altijd de normale, of ja, de groene. Dit is de groene versie. En dit is de waterproof versie. Dus hier ben ik ook heel benieuwd naar. Hij viel gewoon uit mijn hand. Hij vloog gewoon weg.
Dus hier ben ik super blij mee. Deze ga ik zeker bewaren en gebruiken. Want ik vind de normale ook al heel fijn. Dus de waterproof zal ook wel fijn zijn voor als ik ga zwemmen of zo. Straks in de zomer. Ik vind het echt heel leuk dat dit erbij zit. En ik vind het extra leuk omdat dit al mijn fave mascara is. Dus ik kan er hier niet genoeg van hebben. Dus hier ben ik heel erg benieuwd naar. De waterproof heb ik nog nooit gebruikt. Maar het zal vast wel gewoon even goed zijn. Dus dit vind ik echt topje. Wij hebben gewoon echt twee hele, hele goede make-up producten gekregen. Echt super fijn dit. Dan ga ik verder met de micellair water. Van Now B heb ik de Illuminating Micellair Water. Winkelwaarde is 11 euro. Dit is dus gewoon handig micellair water. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen om je make-up mee af te halen. Ik persoonlijk gebruik geen micellair water. Dus deze ga ik in de winactie doen. Dus ik wil hem nou ook niet gebruiken. Omdat als ik hem gebruik, kan ik hem niet meer in de winactie doen. Alles wat ik niet ga gebruiken, doe ik altijd automatisch in de winactie die er aankomt. Ik weet nog niet wanneer die komt. Dus vraag me niet wanneer die komt. Maar altijd gewoon wanneer ik gewoon genoeg producten heb, dan knal ik de winactie erin. Dus deze ga ik in die winactie doen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Mensen die hem al hebben gebruikt, laat ons eventjes weten beneden in de reacties wat je van deze micellair water vindt. Er staat ook op dat hij illuminating is, dus een mooie glans geeft aan je gezicht. En er zit aloe vera, green tea, raspberry, lemon en sage in. Het volgende product is een masker. Van Yorgo B heb ik de Peel Off Mask. Winkelwaarde is 26,90 euro. Ik hou van gezichtsmaskers. Ik ben echt een gezichtsmaskerfanaat. Ik weet niet eens of zoiets bestaat, maar ik ben het. Ik hou van gezichtsmaskers, dus deze ga ik zeker te weten proberen straks als ik mijn make-up eraf heb gehaald. Dit is dan hoe het eruit ziet, het flesje. We krijgen de full size. We krijgen 100 milliliter, dus dat is een boel. En dit is dus zo'n black peel-off mask. Dit is altijd ideaal voor vooral zo op je neus, want dat haalt dan alle mee-eters weg en zo. Maar je kunt hem ook gewoon aanbrengen op je hele gezicht. Of je hele gezicht, of gewoon zo hier alleen maar bij je neus. Gewoon echt gericht op daar. Dat doe ik vaak, want ik wil altijd hier alle mee-eters weg hebben. Over je hele gezicht is dit ook heel fijn. Het doet wel echt pijn met het eraf halen, maar oké. Okay. Maar ik vind het heel fijn, omdat het ook dan altijd alle donzen haartjes mee wegtrekt. En dat is echt ideaal, want als je geen donzen haartjes hebt meer op je gezicht, brengt je make-up altijd heel mooi egaal aan. Dus deze ga ik zeker proberen. Ik ben heel erg benieuwd. Oh, wat leuk. Je krijgt er ook een crème bij voor daarna of zo. Oké, dat vind ik wel heel leuk gedaan. Want vooral met dit soort peel-off masks, ze doen altijd heel veel pijn. Dus dan is het heel fijn om een crème erop aan te brengen. Dus heel leuk dat zo dit erbij zit. Dat heb ik nog nooit gezien bij een masker. Dus die gaan we dan ook even gelijk gebruiken. Dan ga ik verder met iets voor de lippen. Van Marie Stella Marie heb ik hun lipbalm. Winkelwaarde is 12 euro. Dit is dus een lipbalm. Ik hou van lipbalmpjes, want ik heb echt super droge lippen. Dus ik kan niet zonder lipbalmpjes. Ik heb er ook echt een heleboel. Ik gebruik ook heel vaak lipolie, balmpjes. Ik vind het gewoon allemaal super fijn. Dus hier ben ik blij mee. We krijgen ook weer een full size 12 milliliter. Alles is full size vandaag, behalve deze Benefit Primer. Dus deze ga ik eventjes proberen. Ik ga even deze lipstick eraf halen. Is wel zonde. Het zit zo mooi, maar whatever. Dit is dan hoe het eruit ziet. Zo'n applicator. Kijk, het is zo een beetje wittig. Het voelt lekker zacht aan. Ik ga een beetje aanbrengen. Oh, ik heb echt veel aangebracht. Oh my god. Wow, dit voelt echt heel zacht aan. Wauw, het ruikt ook een beetje naar mint. Het heeft een beetje zo'n mintgeur. Dit voelt echt goed aan, jongens. Ik overdrijf niet. Ik wil niet nou helemaal zo dramatisch doen. Maar dit voelt echt amazing aan. Wauw. Die mintgeur is ook echt super prettig. I love it. Deze gaat letterlijk nu vandaag gelijk in mijn handtas. Deze neem ik echt mee. Ik vind hem echt super fijn. I love it. Oké, dan zie ik hier nog een extra product. Maar ik zie die niet staan in dit boekje. Dus wat is dit dan? Ik denk dat het gewoon nog een extra product is. Van Fix & Rouge of zoiets heb ik de Hydra Matte Pore Correct Velvet Cream. Ik snap niet waarom daar niks over staat in het boekje. Maar we hebben dus nog een product. Dus we hebben 7 producten. Deze box vandaag is echt fantastisch. Oké, er staat dus op dat het een limited edition velvet cream is voor je gezicht. Het maakt je gezicht mooi mat. Het hydrateert en het maakt je poriën minder. Ook staat het dat dit je huid laat stralen omdat er vitamine A, C en E in zit. Ik denk ook dat ik niet echt behoefte heb aan dit product. Dus deze ga
eigenlijk niet gebruik en in de winactie doen. Maar wel heel leuk dat dit er gewoon bij zit. Ik denk dat zeker heel veel vrouwen hier heel blij mee gaan zijn. Ik zou hem zeker hebben gehouden als ik niet al 100 van dit soort producten zou hebben. Dus ik doe hem gewoon weer terug in de verpakking en dan gaat hij in de winactie. Nou jongens, dit zijn echt een heleboel producten vandaag. Oh my god. Dit was echt een leuke box. I love it. Oké, zoals altijd aan het einde van de video ga ik kijken hoe duur alles is. Dus als je alles individueel zou kopen in de winkel, wat voor bedrag zou je dan betalen en hoeveel heb je dan nu bespaard? Oké, ik begin met de Mini Benefit Professional. Die gaat by the way ook in de winactie, omdat ik hem al heb. De mini versie kost online €14,95. Dus afgerond, ik rond alles af, is hij dus €15. Dit Fix & Rouge product is gewoon dus extra. Dus ik weet de prijs ook niet, dus die doen we gewoon er even niet bij. Dan ga ik verder met deze Essence Mascara. Die is €3,30. Deze lipbalm full size €12. Deze peel of mask ook full size €26,90. Dus afgerond €27. Micellaire water van No Bay. Die is €11. En dan heb ik hier nog de hand sanitizer. Die is ook €11. Dan komen we uit op een bedrag van maar liefst €79,30. Jullie hebben €20 betaald, dus dat halen we eraf. Dan heb je dus €59,30 bespaard. Nou, dat is een heleboel geld. Nou mensen, dit was echt een hele, hele leuke box. Over het algemeen vind ik ze allemaal wel leuk. Alleen de ene is gewoon iets beter dan de andere. En ik kan zeker wel zeggen dat deze box een van de leukere boxen is. Er zaten echt een heleboel leuke producten in. Wat ik niet gebruik gaat dus in de winacties, maar het meeste ga ik gewoon houden en gebruiken. Echt, I love it. Ik ben er gewoon echt heel enthousiast over. Als je wilt abonneren op een goodiebox, beneden in de beschrijving staat dus een linkje. En het is gewoon maandelijks opzegbaar. Dus als je er toch niks meer vindt, is het gewoon lekker makkelijk op te zeggen. Deze lipbalm is zo fijn. Zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van de video en het weer leuk vonden om te unboxen samen met mij als je de box al hebt. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!